Zo, Martin, 1 januari, half uurtje voor de eerste proef. Liaison, 100 kilometer, proef 56 kilometer. Gaat nu eindelijk beginnen. Ja, 150 kilometer liaison volgens mij, naar de proef. Dus dan gaan we een stukje over het strand jagen, laat maar zeggen. Dus ik vind het wel. We gaan gewoon rustig aan beginnen en zien dat we het juiste ritme vinden. En je zult toch een beetje door moeten rijden, anders dan heb je er morgen weer last van. Dat je morgen weer op positie staat. Ik ga toch gelijk wel ons best doen. Ik hoop je bij de finish weer te ontmoeten. Tot straks. Oké, tot straks. Martin, uurtje voor de eerste etappe. Hoe gaat ie? Goed hè? Een beetje spanning in het lijf, maar dat valt er wel eraan, hoop ik. Eerst eventjes, hoeveel is het? 150 kilometer liaison. Dan 56 strand en duinen. Verwacht je nog moeilijke dingetjes in die duinen of valt dat denk je wel mee deze etappe? Ik weet echt helemaal niks van wat er komt, want daarna hebben we het boekje doorgenomen en die weet het ook niet. Dus het is allemaal nieuw, we gaan het zien. Succes, ik zie je bij de finish. Dankjewel. Met de kapteller. Helemaal top. Voor de duinen hadden we al van die hobbelpaarden in het zand. Toen ik hem erbij gegaan, kijk ik op. Hij liep dus helemaal netjes voorbij. Op het strand kwam bij ons weer voorbij op snelheid, want die wil ook wel pulken. Maar toen kregen we weer duinen. Kwam bij de zon ons voorbij, die kamas weer. Alleen toen kozen wij het goede spoor omhoog. En banden op het goede aflaat. Bleef hij vasthouden en toen pakten we een stuk links in de noord. En rechts een bult op, hadden we ze allemaal drie te pakken. Ze zijn achter ons gestart, dus op zich dat is gewoon. Alleen maar water. Als hoeveel? Oké.